De stichting Vrienden van Suriname gaat binnenkort weer een container met hulpgoederen naar Suriname verschepen. Uiteraard hebben we weer mensen nodig die ons meehelpen om die container te laden, want het is een grote container, een 40-voeter. Dus we zouden heel erg blij zijn als er mensen zouden kunnen komen helpen volgende week zaterdag de 18e, 's morgens om 10 uur aan de Papensteeg 36. Wat voor goederen zoeken jullie nog? Nou, in feite kan men in Suriname allerlei hulpgoederen gebruiken. Maar wij mikken als stichting met name op zieken en ouderen. En dan moet je denken aan rolstoelen, maar en ook verbandmiddelen. Heel veel mensen die denken, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Dan denk je, joh, moet men een beetje om lachen. Maar daar heeft men heel veel behoefte aan. Omdat er ook daar veel oude mensen zijn, arme mensen, die het gewoon niet kunnen betalen. En dat is heel fantastisch als we dat toch weer een lading kunnen afleveren. Maar zeker ook bijvoorbeeld schoolmeubilair. En dat kan men heel goed gebruiken. Maar wat vooral nu ook speelt is, en dat zou ik eigenlijk best wel een beroep willen doen, op zomerkleding. De zomer is hier zo goed als voorbij. En men kan daar dat heel goed gebruiken. Baby, kinder, maar ook volwassen zomerkleding.